Ik erg me kapot aan jou, maar ik hou ook veel van je. Ik ga weer naar die andere poesjes. Hey man. Dat is zeker, zit er zeker in. Wat zit erin? Hey man. Hey man. Hey man. Nou, ik zeg heel vaak Heinz. Heinzie. Heinzie. Heinz. Oh! Ga jij voort aan je bier ook maar ergens anders halen. Kut, kut! We zijn de tekenaars, maar die Heinz was ook eigenlijk zo'n beetje wat we samen zijn aan ergernissen en toestanden. Dus alles wat Heinz meemaakt hebben we allemaal zo'n beetje zelf ook meegemaakt. Hè? Nou, oorspronkelijk is hij eigenlijk de kat van René. Dus, daar heeft hij zijn naam van gekregen. En ook wel een beetje zijn karakter trouwens. Dommige, dikke kat. Die als hij op de tafel sprong, dan sprong hij tegen de tafel aan. Want had hij het niet goed uitgerekend. Ik bedoel, een van de grapjes die ik me altijd kan herinneren. Waar ik echt heel lang en hard om heb gelachen. Soms in mezelf weer. Dat hij ooit eens aan de bar een tosti bestelde. Vraagt de barkeeper, wilt u er een bordje bij? Een pijl waarop stond, tosti. Tuurlijk jongen, ja, you know. Hey, dankjewel. Heinz is een goedzak die het liefst gewoon in de kroeg zit en lui is. Een biertje wil drinken, eten of slapen. Beetje chagrijnig. Maar ook af en toe kon hij ook lyrisch zijn. Hij kon alle kanten op. Amsterdamse anarchistische, dat moest er wel in. Dat zit er ook wel goed in. Maar wat wel jammer is dat hij is ook wel een beetje filosofisch. Dat zie je minder in die film. Heel dicht bij mezelf. Al ben ik niet echt een bierdrinker. Nee? Nee, meer wodka. Wodka. Maar drinkt hij ook wel, Heinz? Jawel hoor. Hij draait nergens aan voor om. Coupon, die was verlopen. Luister. Even dacht ik misschien. Maar nee. Ik kan het uitleggen. Je blijft uit Rits de broek ook. Van mijn kind. Zakken wassen. Als ik ook Amsterdam. Niet zie waar hij nu helemaal op zijn vader lijkt. Nee. Laat ik me gelijk alsnog spontaan aborteren. Ja, Dolly is zijn vrouw, zijn vriendinnetje. Met wie hij een kind krijgt. En waarschijnlijk heeft hij nog veel meer katjes lopen ergens. Maar ik ben één poesjes. Maar ik ben een van zijn scharrels. En dat is gewoon een hele Amsterdamse bij de hand tante. Ze vroegen ooit aan ons wie moet de stem doen. Ja, want het is een project wat al 15 jaar en bijna 20 jaar geduurd heeft. En de eerste die wij zeiden was André Hazes. Ik zat aan de whisky en alles. Nou, dat drink ik dus in principe helemaal niet. Ja, dan gaat het heel snel. En daarna zeiden we, het moet Frank de Boer zijn. Want die praat onverstaanbaar en dat moet Heinz ook zijn. Anderzijds moeten zij goed de keuze maken wat ze willen natuurlijk. Hij lijkt wel een beetje op me. Dus zo kwam hij ook een beetje tot leven. Ik was het gewoon. Ik werd het gewoon. Hij heeft wel het postuur van Heinz. Dus als je twee oortjes erop tekent, twee en een streep hier, dan wordt het hem. Maak het allemaal in één klap goed. Zodra Aad die tijdmachine weer aan de praten heeft. Dan haal ik wat van vroeger. Nou ja, om het maar dicht bij mezelf te houden. Ik zeg, ik hou van een patatje oorlog. En ik vind het heel grappig om te zeggen, ah heerlijk, oorlog. Ja. En dat is erin gebleven. Dat er achteraan nog een raketinslag is, ja. Maakt het nog grappiger, vind ik. Nou, het is prachtig natuurlijk dat je werk verfilmd is. En met alle figuren die je ooit verzonnen hebt, die zitten er allemaal in. En er wordt ook heel vaak letterlijk uit de strip geciteerd. En, Ja hoor. Ja, dat gaat niet. Ja. Je lult te veel, man. Ja. Ik heb veel te warme adem. Alles flikkert naar beneden.